Yo mensen, Jaraski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe video hier op Call of Duty Black Ops 3. Ik kwam erachter dat we nog helemaal geen free for all potje hadden gespeeld. Dus we gaan eens even kijken of wij een mooie score kunnen gaan neerzetten in een free for all potje op de map Aquarium. En heel veel mensen vragen aan mij van Jan, wat is de beste manier om het spawnsysteem te leren in Call of Duty? En het antwoord daarop is speel free for all. Waarom? Omdat je in deze game heel makkelijk kan kijken van waar zitten elke punt in de map waar iemand zou kunnen spannen. Het is natuurlijk niet te verwachten waar ze spannen. Althans, niet precies welke plek, maar je kan het wel ongeveer inschatten. En free for all kan je om die plekken te onthouden echt heel goed helpen. Get wrecked, maat. Jumpshot in deze game is heel erg handig. Dus dat sowieso eventjes terzijde. Dus je ziet mij heel vaak springen. En je gaat me ook heel vaak zien springen. Puur omdat het best wel sterk is om in deze game te gebruiken. Mooie kill af een Jurgen. Alleen ik vind het niet zo leuk dat je me hebt gekilled, ja. Ik speel bijna mee met de Weevil submachine gun. Wat natuurlijk een variant is op de P90 submachine gun. En wat ik altijd probeer in free for all is ik probeer gewoon één bepaalde plek de hele tijd te domineren. Dus je ziet, deze vent die rent naar het midden. Dat is dus echt gewoon dom om te doen. En ik ren meteen weer terug omdat ik daar niet wil zijn. Dat is niet mijn plek, dat is niet mijn spot. Dus ik ga daar natuurlijk ook niet staan. Ik probeer waar ik nu ben, deze plek, probeer ik te domineren. Probeer ik iedereen te killen. En ik blijf ook op deze plek staan. Dat is de tactiek die je in free for all ook moet aanhouden. En je moet niet gewoon ergens gaan lopen campen. Want dat is natuurlijk niet tof om te doen. Maar je moet één bepaalde plek in de map domineren. En dat is dus waar ik nu op dit moment ook mee bezig ben. Het is handig als ik mijn UAV kan halen. Maar het ziet er niet op dit moment heel erg goed uit dat ik die... Oké, nu ben ik mijn spot kwijt. Ik heb tactical mask aan staan. Dus ik heb geen last van die stun grenade. En dankjewel teammate. Je helpt me daarbij. Thanks. Carepacks heb ik ook meteen vrijgespeeld. Kijk, ik wist niet al dat het daar ging spannen. Zag je het? Ik zag het er al met mijn richtpunt op. Dat ik het nu al uit mijn hoofd kende. En als je elke keer, als je een bepaalde map speelt, steeds een ander gedeelte van de map domineert. Dan leer je op een gegeven moment ook aan elke kant van de map de spanplek kennen. En ik heb een dart. Woe! Die dartje vind ik leuk om te gebruiken, man. Ik zal hem wel even laten zien als ik dood ben. Ik roep mijn scorestreaks altijd pas in als ik dood ben. Wauw, die vent die wil niet dood, man. Zo, dankjewel. Er zit nog één in mijn bek. Ik zit vast. Ah, ik liep opeens op de muur. Ik heb er soms nog wel wat problemen mee. Dan loop ik opeens per ongeluk de muur op. Terwijl ik dat helemaal niet wil. En dat is best wel... best wel irritant. Als het goed is, komt er weer daarheen. Ik zei het. Het duurde even, maar ik zei het. Beter later nooit, toch? Oké, dan ging mijn wapen alweer op. Mijn carepacks hier roepen, want ik heb hem nu nog staan namelijk. Even kijken of we wat leuks uit kunnen krijgen. Maar je ziet het jongens, ik probeer de hele tijd één bepaalde kant van de map te domineren. De hele tijd, non-stop. Niet opeens aan de andere kant van de map gaan rennen. Heb je helemaal niks aan namelijk, want dan krijg je alleen maar 10.000 enemies die opeens achter je aankomen rennen. Dus naar de andere kant van de map rennen heb je niet veel aan. Gewoon één plek blijven domineren, de hele tijd, het hele potje. Het kan natuurlijk zo zijn, en dat is wel irritant. Het kan natuurlijk zo zijn dat je opeens aan de andere kant van de map spant. Dan is het natuurlijk wel de bedoeling dat je die kant van de map gaat domineren. Maar als je gewoon niet doodgaat, dan is dat natuurlijk niet het geval. En als je doodgaat, wat je dan moet doen, en je spant aan de andere kant van de map, is je moet daar gewoon precies hetzelfde doen waar je al mee bezig was. Niet aardig van je, jongen. Niet aardig van je. En de enemies weten nu ook dat ik hier de heen en weer aan het lopen ben. Dus ze komen nu ook automatisch al sneller naar me toe. Want ze weten, die Jaraski die zit hier ergens. Dus ze komen ook al sneller en meer naar me toe. Omdat ze het natuurlijk al weten. Er zit er één achter me. Die hebben me. Ja, die zag gewoon aankomen. Ik zag al dat hij me had, man. Want ik deed iets doms namelijk. Maakt niet uit. Nog een care package. Ik moet mijn dart nog even gebruiken, by the way. Eerst even wachten op mijn care package, dan gebruik ik mijn dart. Jumpshot. Dan gebruik ik mijn dart. Er nog een enemy aan, volgens mij. Ik krijg echt slechte dingen allemaal uit mijn carepackers, man. Niet doen, vriend. Ik wil mijn dart even gebruiken, alleen het is een beetje druk op dit moment. Dank je. Oké, nu ben ik dood, nu kan ik mijn dart eindelijk gebruiken, hè. We moeten wel naar buiten gooien.
Maar dit is leuk, man. Je kan ermee rondvliegen. En wat veel mensen niet weten, is dat je ook nog eens kogels mee kan afvuren. Dus ik ben nu lekker aan het rondvliegen, weet je. Lekker rustig. Lekker chill de map. En boom, kogeltje afvuren. Ik killde nu mezelf. Geen probleem, maar je kan er nog twee kogels mee afvuren. Wat natuurlijk altijd mooi is om te gebruiken. Dus we kunnen er nog één schieten. Hop, want ik heb er nog één namelijk. En we kunnen dus twee kogels mee afschieten. Dus één kogel schiet ik er nu mee af. Hitmarker. En dan heb ik nu nog de kogel himself. En boom. Hoppa. Kijk eens aan. En dan kan je dus maximaal, als je elke kogel raakt, drie mannen mee oppakken. En soms kan je er misschien nog een dubbel killsje mee pakken. Dus dan kan je nog meer mensen mee oppakken. Maar je ziet, ik ben dood gegaan, jongens. Ik ben hier aan de andere kant van de map gespannen. Wat ik meteen ga doen, is ik blijf meteen aan deze kant van de map staan. En ik ga meteen proberen hier hetzelfde proces wat ik dus net helemaal aan de andere kant deed te herhalen. En ik kan, als ik wil, ook gewoon teruglopen. En dan sta ik weer op dezelfde plek. Kijk, ik kan gewoon teruglopen nu, want ik weet dat de coast clear is. Ik weet dat er niemand in mijn rug zit. Ik weet dat er een sniper voor me staat. Dus het is nu voor mij mogelijk om terug te lopen. En als ik terugloop, houdt het in dat ik gewoon weer op dezelfde plek sta. Hey. Dus dan maakt het helemaal niet uit dat ik ook aan de andere kant van de map ben gespand. Een mooie kill van jou, vriend. Goed gedaan. En oké, nu ga ik niet teruglopen. Nu blijf ik hier staan. Dus probeer deze plek te domineren. Probeer hier de spans te controleren. Plek te domineren, want het is jouw plek. En op jouw plek mogen geen vijanden komen. Het is jouw plek. Het is jouw plek. Tada. In free for all moet je één bepaalde kant van de map blijven domineren. Heb ik nu het hele potje gedaan. En je ziet ook, we hebben keihard kaart gewonnen met 30-5 als eindscore. En met een voorsprong van 17 kills op degene die nummer 2 is geworden. Dus ik hoop dat jullie hier iets aan hebben gehad. Ik heb gewoon live gespeeld. En ik heb lekker gespeeld. Dus allemaal bedankt voor het kijken, jongens, naar deze video. Mocht je nog meer tips en tricks willen hebben, ram dan natuurlijk zoals je kaart op een like op als aan de 3000 likes kanalen. Zou ik het super vet vinden. En dan zeg ik, thanks for watching. En tot de volgende keer maar weer. Bye bye, mensen.